Geert, ja, toch wel een verrassende persconferentie, een verrassende nieuwe coach bij het topvolleykland Antwerpen. Wel, voor mij is de verrassing, voor jou is de verrassing misschien dat ik de hoofdcoach niet meer ben. Maar dat ze voor Alain Dardenne hebben gekozen, vind ik zeker geen verrassing. Het is echt de juiste man op de juiste plek, als je het mij vraagt. Maar jouw verhaal is niet afgelopen, hè, bij topvolleykland Antwerpen. Dat klopt. Hier zeg ik het weer. Ik begin altijd mijn antwoorden met dat klopt. Dat herinner ik me nog van vorig seizoen, wat heel leuk was. Maar mijn uitdaging is nu des te groter, of nog zo mogelijk nog groter binnen de club. We willen niet een team zijn, maar een club. En dat begint met de toekomst van morgen, met de jeugd. En daar ga ik mijn pijlen op richten. Hoe zit dat juist in elkaar? Want er is een samenwerking afgesloten. Ja. Er is in de loop van vorig jaar, denk ik, een samenwerking afgesloten met Oxaco Borgerhout. En de naam is inderdaad veranderd naar BVC Oxaco Antwerpen. Dus daar merk je meteen de samenwerking. En ze hebben mij eigenlijk een beetje gevraagd of naar voren geschoven als kandidaat om de jeugdcoördinatie op mij te nemen. En voor Zuid-Antwerpen, de regio Zuid-Antwerpen. En dat heeft zich een beetje geuit in een goede afspraak met Oxaco. Hoe heb je dat nu beleefd, dat afgelopen seizoen? Had misschien beter mijn eerste vraag geweest, natuurlijk. Ja, even flashback, even teruggaan in de tijd. Nee, dat hoeft, ik heb daar een heel klare kijk op. Hè. Dat was schitterend, dat was een heel mooie tijd. Het ging ook heel razendsnel. Hè. Een beetje een intuïtieve keuze geweest die ik meteen terug zou maken. Hè. Dus overnemen van zo'n team in die situatie na zo'n zwaar verlies van de bekerfinale. En dan toch terug op je benen gaan staan. Dat, met het team uiteraard. Hè. Dat was een heel leuke en leerrijke ervaring die ik voor geen geld van de wereld had willen missen. En op een paar acties na hebben we stunts gemist. Hè. Ik denk, we hebben wedstrijdballen gehad voor de halve finale van de Europa-beker. We hebben een klein beetje pech gehad met gekwetste. Floris van Reekom, die hartproblemen leek te hebben, was achteraf niet, bleek niet waar te zijn. Dat zijn dingen die mee bepaald hebben en die maakt dat we in de huidige setting een beetje zitten. Maar alles heeft zijn voor- en zijn nadelen. Is het moeilijk om afstand te doen van het leiderschap, zal ik zeggen, van T1 te zijn van dit Antwerp? Nee, eigenlijk niet. Ik hou ervan om een ding te doen, om een stempel te drukken op mensen, op de situatie. Maar ik hou er niet per se van. Ik hou wel van jou, Yves, maar niet van de belangstelling per se aan zich. En mijn stempel drukken kan ik eigenlijk nu nog veel beter. Ik kan echt met die jeugdwerking uit de grond stampen, mijn eigen accenten leggen. En mijn passie of mijn drang naar gepassioneerd met volleybal bezig zijn, die komt echt goed tot zijn recht. We gaan afronden, want we worden hier geroepen. Maar tot slot, als laatste keer, een insteker van jou? Ik moet er op voorhand leren over nadenken, hè. Maar ik ben bezig met de toekomst van de club en met de toekomst van morgen, met de jeugd. En ik wil hun talenten en hun passie aanwakkeren en daar ben ik fier op.